Michael Borsato! Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo zie je elkaar nooit. Ja, en zo een paar keer in de week. Hoe is het? Ja, vroeg. Ja. Ja. Ach, toch een mooie tijd. Het is toch een mooie tijd. Zing je 's ochtends vroeg ook altijd, als je dan in de badkamer staat of niet? Of, nee, Nee. Ik moet altijd wel langzaam wakker worden. Ja? Mijn type stem is het lekkerder als ik een uurtje wat verder ben. Dus je hebt vannacht om 3 uur het wekkertje gezet? Bijvoorbeeld. Hey, zullen we, althans jij, wat gaan doen? Ik vind het een goed idee. Waar ga je mee beginnen? Ik dacht iets van dochters. Er zijn veel vaders deze ochtend opgestaan, denk ik, met dit gevoel. Dat mag ik hopen. Dames en heren, live en even erop. Hier is Marco Borsato. Over 7 op zondagmorgen hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt: ben je al wakker, pap? Kom je gezellig mee naar beneden? Moet je straks werken of ben je vrij vandaag? En ga je dan even met mij opstaan? Over 7 op zondagmorgen hoor ik de voordeur heel zachtjes opengaan. Val ik gerust in slaap, ze is thuis. Ik was er veel liever op gaan halen. Ze had me gevraagd of ik er niet wilde gaan staan. Ze vindt nu inmiddels haar weg naar huis. Gisteren nog zag ik haar voor het eerst, lag ze hier in mijn armen. Wat is zo mooi en wat staat de tijd haar goed. Ik knip in mijn ogen, zie hoe ze steeds weer een beetje veranderd is. Maar hoe groot ze ook mag zijn, mijn ogen blijft ze altijd. Wanneer ik mijn ogen sluit, lopen we samen op het strand, haar handje in de mijne. En dan zet ze de tijd even stil, is het weer even net als toen, en heeft ze mij weer nodig. Op zondagmorgen hoort ze mijn stem die haar zachtjes wakker maakt. Vandaag is je grote dag.
live. En even staan op Marco Borsato. Ja, ja, ja. Ah.